Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeist Actueel. Deze week staat vooral in het teken van Koningsdag, met beelden van activiteiten uit Zeist, Bunnik en Driebergen. Maar eerst het gewone nieuws. Op politiek terrein is het deze week nog even stil. Daarom neemt onze politiek verslaggever Geert-Jan Bossinga de tijd om een aantal nieuwe gemeenteraadsleden aan de kijker voor te stellen. Mevrouw Besseling Hansen, Fleur van de voornaam. U bent een nieuwkomer bij ons. Voor welke partij bent u? D66. Wat is uw ambitie om hier in de raad te willen plaatsnemen? Ik wil graag bijdragen. Ik denk dat als je dingen wil veranderen, dat je dan niet van de zijlijn moet gaan staan roepen. En dat je dan je beter in kan zetten om de dingen te veranderen die je belangrijk vindt. En wat is uw achtergrond, uw werkveld bijvoorbeeld? Ik ben KNO-arts van beroep. En gaat u ook in de zorg een rol spelen waar het gaat om voorstellen? Dat weten we nog niet. Die indeling moeten we nog maken en wie weet. Mevrouw Bargansenfles, u bent van de VVD en nieuwkomer. Dat klopt inderdaad. Wat is uw achtergrond, als ik vraag mag? Ik ben op dit moment student. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. Ik doe 2 studies, eentje in economie en de andere in voeding en diëtetiek. En ik woon net in Zeist. Ik kom uit Apeldoorn. Waar haalt u de tijd nog vandaan dan? Ja, ik denk dat er zijn 24 uur in een dag. Ik slaap er 8 van. De rest van de tijd kan ik bezig zijn. Ja. Wat is uw ambitie bij de VVD? Nou ja, om de Zeistse inwoner en ons kiezer zo goed mogelijk te representeren. En om daarnaast als raadslid het dualisme te benadrukken. En ik ga nog even terug naar uw studie. U heeft het over economie en over diëtetiek, geloof ik. Ja. Hè? Dat is een bijzondere combinatie. Ja, het zijn er 2 verschillende. Ik ben ooit begonnen bij biologie. Dat vond ik helemaal niet leuk. Toen ben ik eigenlijk de economiekant op gegaan. Mijn beide ouders zijn ook die kant op gegaan. Dus dat zit er toch een beetje in. Maar ik wilde toch nog iets doen met dat biologische kant, met mensen. En daarom ben ik ook voeding en diëtetiek gaan studeren. En u woonde in Utrecht aanvankelijk, of niet? Apeldoorn eerst en toen ben ik voor mijn studie naar Utrecht verhuisd. Daar heb ik op kamers gewoond. Mijn vriend komt hier vandaan, die woont hier al zijn hele leven. Dus we zijn samen gaan wonen hier in Zeist. Dus als er iets is wat u niet weet, kan u het aan hem vragen? Ja, absoluut. Mevrouw Roelofsen, Hannie Roelofsen. Ja. Voor welke partij bent u in de raad gekomen? Voor Zeist Benu, lokale partij. En waarom wilde u in de raad? Nou, dat is eigenlijk begonnen toen wij net kwamen wonen, lag de Voorheuvel open. Wat nu weer eigenlijk het tweede deel van is. En werd dus een eenrichtingsverkeer en helemaal, op een gegeven moment helemaal dicht. Voorheuvel was afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Even later werd dat teruggedraaid. En ik heb me toen altijd afgevraagd hoe dat kan. Dat er zoveel geld besteed wordt. En dat er eigenlijk dus niet goed over na is gedacht, naar mijn idee. En toen dacht ik van daar wil ik meer van weten. Ja, eigenlijk een prikkel, hè, die u heeft gehad. Ja, het was een prikkel, ja. Wanneer bent u in Zeist komen wonen? 3 jaar geleden. En waar komt u vandaan, als ik vraag mag? Uit Neder-Oostenberg. Dat ligt vlakbij Weesp, een klein dorpje. Wat is uw ambitie in de raad? Om in ieder geval goede dingen te doen voor Zeist. Maar ja, dat zegt waarschijnlijk iedereen. Maar om Zeist een beetje veiliger te maken, denk het aan de Slotlaan. Wat ik heel belangrijk vind is het contact met de inwoners. Goed in gesprek gaan. Mensen kunnen meedenken. Ik ben helemaal over eens dat je niet iedereen gelukkig kan maken, maar ik zou wel mijn uiterste best willen doen om gewoon wel de betrokkenheid goed erin te krijgen. Wat is uw achtergrond? Want u heeft het over de Voorheuvel. Ik ben managementassistent op de Hogeschool van Utrecht. En ik doe daarbij nog vrijwilligerswerk en medicijnen rondfietsen voor de apotheek. Ik zit op een koor, dus ik ben actief. Slotstad besteedde op de verkiezingsdag ook aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bunnik, waar ook Werkhoven en Odijk onder vallen. Ook daar wordt momenteel, net als hier in Zeist, hard gewerkt om een slagvaardig nieuw college van wethouders te vormen. Onze politiek verslaggever Geert-Jan Bossinga praat ons bij over de stand van zaken daar. Dankjewel, Lieselot. Even over de gemeenteraadsverkiezingen. 16 maart was dat hier natuurlijk ook. Er deden 4 partijen mee. 2 partijen proberen inmiddels een coalitie te vormen. Dat is P21, de grootste en dus de leidende partij. En D66 met 3 zetels. In Bunnik bestaat de raad uit 17 leden, waarvan dus nu 9 leden bezig zijn om een coalitie te vormen. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid.
hun speerpunten zullen zijn duurzaamheid en woningbouw. Dat is in heel veel gemeenten zo. En het lijkt erop dat ze elkaar kunnen vinden, al dus Arjen Hussem, de nieuwe fractieleider van P21. En ik krijg een beetje uit zijn verhaal het vermoeden dat ze in het komende weekend of vlak daarna de uitkomst van de coalitiebesprekingen verwachten. Ik heb nog eventjes de fractieleider van het CDA benaderd, die dus een oppositiepartij is, en die zegt, nou, zegt hij, volgens mij zijn ze er al uit. De bedoeling is dat ze op 12 mei, althans vooralsnog, de nieuwe coalitie presenteren met de wethouders en dan daarmee de college van burgemeester en wethouders vormen. Tot zover dit en zo snel mogelijk meld ik mij weer. Een bijzonder bericht kwam ons ter oren, namelijk een waarin oud-Zeistenaar Frederik Ruys vertelt dat hij de monumentale vlaggenmast bij Dront mist. Niet alleen de mast zelf, maar ook de ceremonie die daar de afgelopen jaren plaatsvond op feestdagen als Koningsdag. Hij heeft daar een bijzonder alternatief voor ontwikkeld. Verslaggever Rozan Onderwater maakte de volgende reportage hierover. We zijn zo verdrietig over de treurige mast die nu hangt ter vervanging van de oorspronkelijke vlaggenmast van Zeist. Dus hebben we nu een virtuele mast gebouwd die mensen zelf op hun telefoon kunnen bekijken en hier op het rond kunnen neerzetten. Of nog leuker, in de eigen woonkamer of in de tuin. Als mensen de barcodes kennen, dan halen ze de mast zeg maar naar hun telefoon en dan kunnen ze hem projecteren waar ze maar willen. En dan kan het toch gevlagd worden op de ouderwetse manier. Nou, is dat beter zo? Ja, het staat veel leuker. Toen ik dit nieuwsbericht hoorde en ik dacht van ja, we krijgen die mast niet meer te zien. Ik dacht, ja, er moet toch een manier zijn om dat toch te verbeelden. En voor iedereen toegankelijk maken. Dat is leuk met de techniek tegenwoordig. Je hebt een telefoon en een QR-code heb je genoeg om het te doen. Ik had het al bij de familie uitgeprobeerd. En die hebben, nou ja, overal waar ze zijn uitgewaaid in de wereld, hebben ze getest. Dat is best wel grappig. Dus eigenlijk kan nu de echte Zeister vlaggenmast over heel de wereld neergezet worden? Ja, exact. Hij heeft al in Melbourne gestaan en in Frankrijk. En dat vind ik eigenlijk nog het leukste om te zien. Ik denk dat dit een extra stimulans is om ons best te doen om daar weer die echte mast te hebben staan. Even leek het erop dat ook op 4 en 5 mei de vlaggenparade niet kon plaatsvinden wegens het ontbreken van de vlaggenmast. Gelukkig heeft de gemeente Zeist een tijdelijke vlaggenmast geplaatst, waardoor ook dit jaar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag als vanouds herdacht kunnen worden. En het publiek is weer van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.4en5mei.zeist.nl. Rond Koningsdag worden in heel Nederland weer de nodige koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook in Zeist en in Bunnik. Burgemeester Koos Jansen maakt in de Broederkerk weer veel mensen gelukkig met deze onderscheiding. Afgelopen maand hebben alle moslim-inwoners van Zeist hun jaarlijkse Ramadan vaste periode gekend. Tijdens de Ramadan mag er tussen zonsopgang en zonsondergang niks gegeten worden. Onze verslaggever Christian ging in de wijk Vollenhoven langs bij de Afghaanse moslima Pawasha Hassa. Kabuli palau, dat is een beroemde eten of gerecht uit Afghanistan. Is het lekker? Het is heel erg lekker. Ik heb heel vaak Nederlandse vrienden uitgenodigd bij mij. En zij vonden het fantastisch. En elke keer zeggen ze, ik wil die rijst met rozijnen en wortels graag. Dus dat is heel erg leuk. Wat maak je er een extra feestje van bij de Ramadan? Is het dan extra bijzonder, het koken? Ja, klopt. Zeker. Dan maak jij veel en dan geef jij ook aan de buren en anderen. Ik ga alvast voor de buurvrouw eten al klaarmaken en brengen. Okay.
En weet ze nou dat je komt of is het... Nee, zij weet het niet. Ze zijn ook aan het koken nu. Assalamu alaikum, hoe was het dokter? Zo zal je nog goed begrijpen. Wat is het? Bart aan de story houden, dat is lekker. Salam, hoe was het? Zal het goed doen? Zo zal je nog zien. Dankjewel. Eet smakelijk. Bedankt, vis. Als jij kort zou mag gaan. Zendamashi. Eet smakelijk zo. We beginnen met dadel en dan gaan we eerst even bidden. Nou, eet smakelijk dan. Dankjewel. Dankjewel. Over een paar dagen is het einde van de Ramadan. Op 2 mei wordt het suikerfeest gevierd. Het officiële einde van deze vaste periode. En dan is het nu tijd voor Koningsdag 2022. Onze reporters waren in Zeist, Bunnik en in Driebergen en maakten het volgende uitgebreide verslag. Op deze Koningsdag was het op station Driebergen flink druk. Allemaal feestgangers die richting Utrecht of festivals gingen. Op de Koningsmarkt in Driebergen was het ook erg druk en gezellig. En we spraken met verschillende mensen op de markt. Ik ben Paul uit Driebergen en we staan hier op de Oranjemarkt. Ja, en je kunt hier spel bij ons komen doen. En welk spel is het vandaag? Ik weet niet of we hier een naam voor hebben. Maar je moet eigenlijk gewoon een walnoot of een tomaat raakslaan. Hij komt uit de buis. En het is een kwestie van heel snel reageren, raakslaan. En dan heb je een grote prijs. Dus als je je best doet, dan krijg je deze jongen. Grote lolly. Ik ben Hans den Hartog. Ik ben voorzitter van de Oranjevereniging. En wat hebben jullie allemaal georganiseerd hier vandaag? Nou, kijk om je heen. Even draaien met de camera. De ene grootste vrijmarkt van, nou, het is niet helemaal een vrijmarkt, het is een georganiseerde markt van de provincie Utrecht. En een heleboel activiteiten eromheen, van springkussens tot winkelwagens racen, fietsversieren, allerlei een beetje oud-Hollandse dingen. En was het leuk om dit zo te organiseren voor dit jaar? Altijd, altijd leuk. En wat het echt leuk maakt is heel veel blije mensen. Ik help de kinderboerderij pannenkoeken verkopen. En doen jullie ook nog meer verkopen voor de kinderboerderij? Ja, deze twee kraampjes die hier staan verkopen ook nog allemaal spulletjes. Rommeltjes verkopen voor de kinderboerderij en dat was zoveel. En toen werd de kraam steeds groter en groter. En toen hadden we op een gegeven moment, ik bak ook altijd pannenkoeken op het schaapschillersfeest bij de kinderboerderij. En die slaan altijd aan, dus toen dacht ik, nou dan ga ik hier ook pannenkoeken bakken. En het is nou nog steeds een succes. Nou, zoals je ziet ben ik hier de schoonste toilet van de Koningsmarkt op peil aan het houden. En een beetje muzikale gezelligheid aan brengen tijdens het urineren. Hoe bent u zo op het idee gekomen dit te gaan doen? Nou, dat is een lang verhaal. Ik ben eigenlijk een zingende toiletjuffrouw voor feesten en partijen. Toen dacht ik, nou laat ik eens een keer echt bij een toilet gaan staan. Dus zo is het gekomen. En nu vraagt de Oranje Comité mij elk jaar terug. Dus dan sta ik hier de hele dag te zingen en te klitsen eigenlijk. Nou, wij doen hier vandaag spullen verkopen met de kinderen. En wij nuttigen een kleine alcoholische versnapering. Zo lekker in het show dat je hebt zo'n dag. Dat is fantastisch. Ja, we hebben het 2 jaar lang niet kunnen doen. Misschien wel 3 jaar inmiddels. Maar het is weer fantastisch om onder de mensen te zijn en gewoon weer te genieten van het leven. Welke toilet, waar dan ook, ruikt zo fris als mijn wc? Er is er maar één, dat is die van de Koningsmarkt. Oh, ik moet hem wel uitzetten. Nou, ik ga weer even poetsen. En heeft u dit allemaal helpen organiseren of niet? Ja, al 20 jaar. Nou, leuk hè? En wat heeft u allemaal moeten doen om dit zo voor elkaar te krijgen? Vanmorgen of de hele week? Nou, eerst kaartjes verkopen, nog een keer kaartjes verkopen. Alle plekken, alle nummers uitschrijven op de grond. Dus, en alles, alle organisatie. We hebben nu voor de 25e keer een oranje terras georganiseerd. En dat is met name gebeurd door het jongerenkoor van de Katholieke Kerk. Die dit elk jaar weer een feest weet te maken. En is het ook een succes vandaag? Nou, zoals jullie hebben kunnen zien is er zoveel belangstelling nog steeds om hier te komen. En dat heeft te maken dat het een aansprekend programma is van muziek en gezelligheid. En een stukje catering erbij en natuurlijk ook bier. Dat zie je hier ook. Ik ben Alain van den Berg. Wat doe ik hier? Nou, ik heb hier eigenlijk een stalletje met allemaal spullen die hebben we vanuit huis verkocht. Daarnaast heb ik hier een racket bespanmachine. En die heb ik sinds kort aangeschaft omdat mijn zoon vaak zijn racket kapot slaat. En die heb ik speciaal voor Koningsdag bespannen met een oranje snaar. Dus vind ik leuk om er daarmee bezig te zijn hier op de markt. En zijn er ook al mensen gekomen hier met tennisrackets?
Helaas niet. Ze hebben me wel gezien. Dus ze weten dat ze nu bij mij terecht kunnen als ze een keer een racket willen laten bespannen. Zoals jullie zien is het stijvend druk buiten. En ja, we hadden binnen ook een beetje drukte verwacht, maar dat valt een beetje tegen. Ik hoop dat het in de loop van de dag nog iets drukker wordt. Maar ja, ik had ook liever op het terrasje gezeten, eerlijk gezegd. Maar ja, plicht roept, hè? Dat houdt het op, hè? Nou, ik ben lid van dit Chanticoor. En wij promoten ons als vereniging zijnde en we proberen nieuwe leden te werven. Daar gaat het om. En staan jullie hier dan de hele dag zo te zingen? Ja, tussendoor zingen we even. Ja, zeker. Nou, ik hoor heel veel gezelligheid, dus dat komt wel goed vandaag, denk ik. Ja, dat hoor je zelf wel. Dus, Schuitje, het is ons ideaal. Fijne dag nog. Ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel? Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. In Odijk was er een luchtkussenfestijn met verschillende luchtkussens. In de ochtend was er ook nog een vrijmarkt en daar kwamen veel mensen op af. Na 2 jaar haalde iedereen weer spullen van zolder om te kunnen verkopen op de markt. De organisatie was erg enthousiast. En vind je het ook leuk om de kinderen hier zo rond te zien rennen te spelen? Ja, dat is hartstikke leuk. Je ziet echt dat de kinderen hebben echt heel veel plezier hebben. We hebben voor alle leeftijden hebben we leuke activiteiten. Ook mijn eigen kinderen lopen hier rond, dus dat is gewoon heel, heel fijn. Ja, superleuk. En wat houdt het in, de Oranje Commissie? Nou, we organiseren met een team. We zijn nu met 9 mensen organiseren we deze dag. En nou ja, we zijn begin september al met vergunningen en met springkussens reserveren. En nou ja, gisteren hebben we natuurlijk opgebouwd en de vlag gehezen. En vindt u dat het een succes geworden is? Ja, vooral vanochtend op de kleedjesmarkt was het echt heel erg druk. Toen, ja, nu is het wat rustiger, maar die zijn nu allemaal, alles is opgeruimd. En ja, dat was enorm druk. Dus heel veel kinderen stonden hier al aan de hekken te trappelen om het terrein op te mogen. En om hun spullen te weer gaan verkopen. En ze gingen ook weer met nieuwe spullen naar huis. Dat was wel helemaal leuk. Ik ben nu tussen 12:00 en 4:00 de spelletjescircuit aan het bemannen. En als jij 5 spelletjes doet, krijg je 5 stempels. Dan krijg je een ijsje. Dat delen we gewoon gratis uit. En wat hebben jullie met de Oranje Vereniging allemaal georganiseerd dit jaar? Eigenlijk is het altijd 's ochtends vrijmarkt tussen 10 en 12. Daarna kunnen we lekker eten en dan gaan de springkussens omhoog. En nou ja, dat is het dan zo'n beetje. En om 4:00 is het dan klaar. Nou, we zijn weken bezig geweest om alle activiteiten te regelen. We hebben ook voor het eerste jaar een horecaplein. Dat staat wat verderop, maar dat gaan jullie zo misschien zelf proeven en ervaren. Dus we doen echt alles met lokale ondernemers. En hoe is het zo gekomen dat jullie hier staan vandaag? Annemieke, de organisator, is een van de vriendinnen van mij. En die zei, kom gezellig op dit horecaplein staan samen met andere Odijkse ondernemers. Toen heb ik gelijk gezegd, ja natuurlijk, dat doen we. Het is leuk. En wat vindt u van de gezelligheid vandaag? Ongelooflijk leuk. Het is heerlijk weer. En het is heel lekker druk vanmorgen met de kleedjesmarkt. En nu ongelooflijk gezellig. Dus een hele fijne dag. Heel leuk. En is het leuk om daar zo het hele jaar mee bezig te zijn? Ik zit al 5 jaar in de vereniging en ik vind het echt hartstikke leuk. Ik ken heel veel mensen. Ik vind het heel leuk om voor de kinderen... alsjeblieft. Echt waar? Goed zo, meis. Ik vind het gewoon heel leuk om voor die kinderen wat te doen. En denk je dat het volgend jaar weer gaat organiseren zo? Zeker. Nou, ook wel wat nieuwe elementen weer erbij. Ik vind dat je ook wel steeds moet vernieuwen. En we zouden ook wat meer willen kijken naar de mensen, de kinderen die naar de middelbare school gaan. Daar is dit net eigenlijk de kinderachtig voor. Dus dat er meer een integraal programma gaat komen voor jong en oud. Dus we blijven onszelf uitdagen en verbeteren. Kerkenbos had ook zijn eigen feest. De vrijwillige brandweer kwam zelfs even langs. En er stond een DJ die zorgde voor een goede feestsfeer. We spraken hem en de organisatie van het feest. We hebben dit jaar Koningsdag georganiseerd op het Julianaplein, zoals we al jaren doen. En alleen vanwege corona hebben we begin dit jaar besloten om wat andere invulling te geven aan de dag. En ook workshops te geven in de pleinen en schoolpleinen, gasvelden in de wijk. Ja, ik ben een beetje aan het rondkijken wat er nu allemaal te doen is met de Koningsdag. Want het mag weer voor het eerst sinds 2 jaar. Ik vind het leuk dat het weer mag na 2 jaar. Ja, eindelijk weer. Ik had echt reuze naar uitgekeken. Nee, ja, ik hoor van mensen dat ze het heel leuk vinden. Ik weet niet of het leuker is. Ik heb het zelf nog nooit eerder gezien. Dus voor ons was het meer om kinderen in beweging te krijgen en dus meer sportactiviteiten te geven. Gedaan door eigenlijk mensen die in de wijk ook wonen. Dus iemand heeft een free run workshop gegeven en iemand heeft een voetbalschool oranje workshop gegeven, een dansworkshop en ook een pumptrack. Dus met BMX fietsjes door de wijk gaan. En dat beviel supergoed. Ja,
Dus we hadden plek voor 420 kinderen die iets konden doen in de wijk. Naast hier plein, zoals je nu ziet. En heeft u ook de andere plaatsen nog gezien of niet? Ja, Drieberg kom ik zojuist vandaan. En daar is het ook al super gezellig weer. Een beetje hetzelfde als vroeger weer. En wat heeft u daar allemaal gedaan in Drieberg? Ja, een beetje rondgekeken, wat lekkers gehaald. Wij zijn Driese Smaakvermaak en wij doen catering. Jullie doen hier de catering ook vandaag bij de Koningsdag? Ja, we zijn al lang in contact met Hoge Dennenkerkenbos. En zo mochten wij hier weer de catering verzorgen. Vandaag kom ik hier draaien als DJ Flower Valley. En is het leuk om hier zo te staan de hele dag? Ja, wel lekker zo in de zon. Leuk dat het weer mag met z'n allen. En sta je de hele dag of niet? Ja, al vanaf 11 uur en dan zo tot 6. Nou ja, dat is wel lekker in de zon. En ga je er vanavond zelf ook nog feesten of niet? Ja, misschien dat we zelf nog even wel naar Utrecht gaan of zo. Even de stad in. En wat gaat u de rest van de dag nog doen? Ja, een beetje chillen vanavond. Ja, een beetje op de bank hangen, denk ik. Ja, voor de rest weet ik het niet wat ik nog ga doen. Dat zie ik nog wel. Dus jullie noemen het een succes dit jaar, of niet? Ja, ik noem het een succes dit jaar, zeker. Ja, voor Haringvatbaar. In het centrum van Zeist begon de dag met een traditionele obade. Hier werden verschillende kinderliedjes gezongen. En naast deze traditionele obade was er in de Oosterkerk ook nog een klassiek concert. De beheerder vertelde erover. Ik ben hier beheerder van dit gebouw. En wij faciliteren dit gebouw om dit mogelijk te maken. En wat is hier vandaag op Koningsdag? Wat wij hier zien, dit is een traditioneel concert. Dit is voor de 31ste keer dat hij dit doet. En ja, wat vroeger bomvol zat, ja, ook hier is het iets minder aan bezoekers. Maar desalniettemin, er zijn enthousiaste liefhebbers. Orgelmuziek is voor een uitstervend ras een beetje aan het worden. Want je ziet het is met name oude publiek wat hier aanwezig is. En vindt het ook jammer dat het dan zo uitsterft? De tand des tijds. Ja. Of het jammer is, er zijn andere dingen weer voor in de plaats gekomen. Dus zo gaan die dingen. Verder in Zeist was het de hele dag feest. Job Nieuwhuizen had flink uitgepakt en had een podium met verschillende optredens. Er waren veel artiesten langsgekomen en het bleef de hele dag gezellig. Hoe was jullie Koningsdag vandaag? Ja, helemaal geweldig. Het was aardig gezellig hier voor vanavond. Zeker, helemaal mee. We hebben lekker biertjes gedronken. En op een gegeven moment waren we er klaar mee. We hebben de barbecue aangestoken zoals je ziet. En wat vlees opgegooid. En we drinken nog een biertje, maar morgen gewoon weer werken, maar nog even genieten. Even genieten vanavond. Van heerlijke weer ook. Tot de zon ondergaat. Fantastisch, ja, gezellig. Beetje druk af en toe, maar ja, nu, nou, zoals je nu ziet valt het wel mee, maar het is wel heel druk geweest, ja. Heeft u vandaag nog leuke dingen georganiseerd met Koningsdag? Ja, we hebben een bandje gehad van de Jungle Jams. Ja, voor de rest gewoon voor eten, barbecue en een tapje buiten. We hebben een hele gezellige dag gehad voor de rest. Heel gezellig. Echt top. En dan ga je ook nog verder door vanavond of blijven jullie nog lekker hier? Nee, ik blijf vanavond hier. Dat is mijn huis. Dus ik moet gewoon weer werken om 12 uur. Dus even een paar uurtjes uitmaffen en dan ga ik weer werken. En is het ook leuk om tijdens Koningsdag te werken? Ja, zeker. Ja, ik had liever zelf gefeest, maar dit is ook prima te doen hoor. Ja. En is alles vandaag een beetje goed gelopen of niet? Tot nu toe geloof ik wel. Ja, het is wel een hele gezellige Koningsdag. Maar het is ook leuk dat iedereen gewoon weer lekker niet alle maatregelen hoeft te handhaven. Na de corona dat weer veel mogelijk is. Dus we vinden het heel gezellig en leuk dat dit weer goed gaat zo. En blij dat de corona eindelijk weg is, dat het weer kan op deze manier? Zeker, zeker. Heel erg. Dit was Zeist Actueel voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan!